Een super eenvoudige en lekkere bereiding op de barbecue is voor mij gegrilde sla. We snijden die sla in twee en grillen die gewoon zonder vetstof op de platte kant. De bedoeling is dat die slaatjes nu echt mooi die barbecue smaak krijgen en daarna gaan we die lakken met honing van de bijen hier achter ons en luikse siroop. We gaan de sla kort omdraaien. Vervolgens een klein beetje van onze Belgische trots luikse peresiroop erover. Daarop komt honing van die hardwerkende dames achter ons. Een beetje zesten of schil van limoen. En voilà, de gelakte sla.